Er zit niemand in de RS6. Maar hij staat nog wel aan. Volgens mij heeft ze hem per ongeluk aan laten staan. Oh ja, je komt gewoon weg. Ja. Dude. Knol Power. Superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb 2 dagen geleden iets heel doms gezegd waar ik me nu sowieso aan moet houden. En dat is dat elke dag als ik wakker word, moet ik meteen een backflip doen. En dat moet ik net zo lang blijven doen totdat ik uiteindelijk die backflip land. Gewoon goed land, beide benen op de grond. En stabiel kan blijven staan. Dit is de tweede dag, tweede poging. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Ik heb er totaal geen zin in, want ik ben net wakker. Maar goed, belofte is belofte, dus daar gaan we. Oké, dames en heren. Ik moet er niet te lang over nadenken. Ik moet hem gewoon in 1 keer doen. Dus daar komt hij. Ja? Ik denk dat ik hem die kant op doe. Oké. 1, 2. Oh mijn god! Oh mijn god! Holy shit! Holy shit! Ik deed hem! Ik deed hem! Wat? Ik deed hem! Ik deed gewoon een backflip in mijn eigen slaapkamer! Wow! Dit had ik nooit verwacht! Hadden jullie dit verwacht? Ik had het echt niet verwacht, oh mijn god! Wow, wat zal Boas trots op me zijn? Die zal me ook nooit geloven. Komt dit dan omdat ik gisteren gewoon echt me helemaal kapot heb getraind? In een trampolinepark, dat ik hem daarom nu nog in me heb, zou best kunnen. Ik heb gisteren trouwens een heerlijk bakje kwark met honing en noten gegeten. En... Ik heb ook altijd een glaasje water naast mijn bed staan. Want ik ben echt al 3-4 weken lang ben ik aan het hoesten en het gaat maar niet weg. En soms heb ik een beetje een droge keel en word ik wakker in de nacht en dan drink ik wat water. Maar ik ben zo hyped. Ik ben zo hyped. Holy moly. Dit is toch een heerlijk begin van de dag. Ik bedoel, ik heb gewoon een backflip geland in mijn eigen slaapkamer. Ik ben zo super hyped. Wow! Wow! Oh my god. Een broodje chocopasta. Ik sta in de lift! Woo! We zijn de dag in ieder geval goed begonnen. Dat is een mooi teken. Dat belooft wat leuks nog. Ik ga iets doen wat ik nog nooit eerder heb gedaan of wat ik nog nooit eerder heb gezien. En ik ben er ook nog nooit eerder bij geweest. Dat is op zich logisch. Maar... Dus ja, ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Soms ben ik te enthousiast en dan... Ik ben echt benieuwd hoe het gaat. Ik ben echt benieuwd hoe het gaat. Hallo buurvrouw. Hallo meneer. Ik vind het nog steeds zo mooi dat mensen kijken en dan zo... Er ligt sneeuw op een auto. Oh my god. Maar het ligt verder niet meer op het gras of zo. Maar ik had inderdaad begrepen dat het vannacht wat had gesneeuwd. Maar veel mensen die kijken nog naar deze auto en die denken... Wacht. Is dat een Lamborghini? Huh? Wel heel erg grappig, die reacties. Nee. No way. No way. No way. Check wat deze dude aan het doen is. Oh my god. Oh my god. Dude. Willy Koning. Wat een gast. Hij bopt gewoon even de dikke wheelie op zijn scooter hier gewoon met gemak. Hij had nog net 2 handen aan het stuur, maar volgens mij kan hij het ook meteen. Zo. Dat was echt sick. Ja. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Of zoals jij altijd zegt, Emma! Oh, Emma! En we hebben een rustige 3 kwartier gehad, hè? Ja, sorry. Sorry. Maar dat is altijd zo leuk. Jij bent altijd te laat en dan zie ik in je Instagram story 3 minuten geleden in bed. En dan appen, ja, ik moet nog even dingen doen. Ik ben iets later. I know, maar check wat ik voor jullie heb. Ook al ben ik wat later. Ik heb hier lekker cappuccino voor jou, daar ook eentje. Lekker. Dankjewel. Yo! Dank u. Gast, ik herken jou. Pas op voor fietsers hoor. Ja,
Ja, ik herken jou ook. Ik herken jou ook. Oh mijn god. Jij bent een hele trouwe fan. Ja. Sick, hallo. Ik ben het echt. Wil je me aanraken? Ik ben het. Nou, ik heb er niet zo last van. Oh, okay. Kijk eens aan. Alsjeblieft, hè. Ik ook mijn bos op de foto. Moet je even naar de zijkant lopen. Oh, nee. Dat was best wel sad. Ja. Mag ik van nee, oké. Okay. Mag gewoon mijn bels op de foto? Nee, 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 nee. Oké, okay, dat was leuk. Er staat ook geen auto achter ons, of zo? Nee, het is niet dat ze ergens voor op moest schieten. Nee. Zodat wij er langs kunnen, maar ja. Maakt niet uit. Hij heeft in ieder geval een foto met de beste YouTuber en dat is belangrijk, weet je wel. Anna, ja. Wat is dit voor weer, hè? Ja, hagel. Lekker, hè? Joh, het is in één keer al de hagel, joh. Holy moly. Ik wil eerst het dakraam open doen, maar de laptop, camera... Zullen we dat maar niet doen? Ik dacht, nee, dat doe ik hem niet aan. Dat is wel een leuk plaatje zo. Ja, Bas die heeft mij meegenomen naar een plek waar we iets gaan doen wat ik dus nog nooit heb gedaan. Het kunnen zoveel dingen zijn. Nou, ik heb best wel veel dingen gedaan al. Maar ook nog heel veel dingen niet. Maar goed, er staat daar in ieder geval een Mercedes AMG A45. Ja. En daar ietsjes verder staat een Audi RS6. Wow, dus hier moeten zeg maar, daar moet iemand staan, daar en daar. Ja, allemaal zo rennen op die dingen zo. En dan gaan we kijken hoeveel vermogen we hebben. Ja. Oh, maar dit is wel sick. We zijn bij een tuningbedrijf. En hier gaan we dus straks mijn auto neerzetten, de Lamborghini Urus. En dan gaan we kijken hoeveel vermogen mijn auto kan leveren. Ja, want volgens mij, hoeveel zit die? 56? 46 pk. 46? Ja. Nou, ga je kijken of het echt zo is. Sick. Hoeveel vermogen heeft jouw auto? De Bumblebee? De Shadowbee? Oh, Shadowbee. Oh, sorry. Oh, shit. Shit, ik had het fout. De Shadowbee, sorry. Ja, als het goed is 410. 410? Ja, dat is veel man voor zo'n auto. Wel, hoeveel weegt die? Volgens mij 1500. 1500? Oh, dat scheelt wel iets van... Ja, niet heel zwaar. Maar het scheelt wel iets van 600 kilo met die van mij, zeg maar. Ja. Maar het is wel echt sick. Maar jij bent nog nooit op zo'n rollerbank geweest? De eerste keer. Oké. Okay. Ja, ik heb slechte ervaring, maar kan je dit een rollerbank noemen? Oh ja, ik had het net al... Enzo. Ah, nee. Oh, top. Eigenaar van hier? Ook, mede. Mede? Ja. En hier... Test je auto's? Dat test je auto's, ja. Cool. En kan je dit dan zeg maar een soort van rollerbank noemen? Dit is een rollerbank. Ja. Oh man. Rollerbank, goede boemer. Ja. Ik heb echt zo'n slechte ervaring met de rollerbank. Ja, toen ik mijn scooter nog had. Ja, die... Ja. Ja, jij zag net ervan, hè? Wat is er gebeurd? Heb je wel eens van die video's gezien, maar dat is dan in Rusland ergens en dan zet ze hem niet goed vast en dan gaat die auto en dan is hij jeet. Ja, we kunnen wel een film maken als je zet hem maar één kant vast. Nee. Zoek een Urus. Heb je er een? Toevallig ben ik met mijn eigen auto. Nee, maar wat ik dan zeg maar deed, is dan was ik scooter aan het rijden en dan moest ik mee van de politie naar een rollenbank en dan was het oké okay, en dan de banden ietsjes zachter laten lopen en dan ging die ietsjes minder hard op de rollenbank. Maar was je nu de lul, maar... Wat zei je? Dan was je nog altijd de lul. Ja, maar minder hard dan wat die echt ging. Maar in ieder geval, maakt niet uit, dat was vroeger, dit is nu en ik ben heel benieuwd wat dit gaat doen. Wat is de dikste auto ooit die je hierop hebt gehad? Nou, de dikste auto die er dik uitzag, die paste er niet op, want die was te laag. Oké. Okay. Dat was die Benz die daar een muurtje aan kwam. Wat voor auto is dat? Wat was het voor ding? Een S6, een S500. Oké. Okay. Wel heel mooi. Dat is een Mercedes of zo? Mercedes. Oké, okay, een Mercedes, ja. Ja, hoogste vermogen. RS6, RS7. Een Renault Ferrari, Lambo, erop gehad. Maar jij hebt natuurlijk ook, in theorie heb je... Je hebt nog nooit een Lambo erop gehad? Nee. Hey. Ja. Hey. Nou, vandaag. Hey. En wat is het hoogste ooit gemeten? Hier? 7,25 voor mij ook op een RS6. Aan PK? Ja. 7,25. Ja. Ga je daar niet overheen komen? Nee, dat gaat me niet lukken. Maar hey, wel Lambo. Oké, wat er nu gaat gebeuren is de eerste test. Dat is niet mijn auto. Als eerste gaat de auto van Dylan Pace. Die heeft dus deze auto. Hij noemt hem de Shadowbee. Ik dacht dus Bumblebee, want dit is Bumblebee, die is ook zwart met geel. Maar het is dus Shadowbee. Wat vind je cooler, Shadowbee of Bumblebee? Bumblebee. Ja, Bumblebee is cooler, hè? Ja,
Dylan, het moet Bumblebee worden. Maar goed, ik ben wel echt benieuwd. Het is een turbo dit, dus wel sick. Echt heel sick. Dylan, vind je het spannend? Ja, echt. Maar gast, mag ik eens... Zag je, mijn auto ging het helemaal zo... Ja, die ging heen en weer als, ja, als Bumblebee. Maar even serieus. Jouw auto is dus gerapt. Ja. Super sick. Ziet er echt heel erg dik uit. Dankjewel. Mag ik de deur open doen? Ja, laat doen maar. Wat gaat hier mis? Ik had eigenlijk een zwarte auto moeten kopen, maar dat was het niet. Oh, vandaar. Dus je hebt zeg maar een rode Mercedes AMG gekocht. Ja. En dit is gewoon niet te rappen en daarom is het rood. Ik wil het rappen, maar ja, de tijd lag echt niet en ik had eigenlijk nooit echt zin om terug te gaan om het te laten doen of zo. Ja, ik weet niet, ik heb het gewoon nooit gedaan. Ah, oké. Okay. Je wil het snel. Ja, maar nu heb ik een. Ja, ik wil hem inderdaad snel. Maar nu heb ik gewoon de smoes. De buitenkant. We hebben allemaal een huid. En aan de binnenkant is alles rood, toch? Bloed. Dat heb je hier ook. Dit is je innerlijk. Ja. Nou, ik vind het uiterlijk mooier. Maar jij hebt toch precies hetzelfde? Nou, maar aan de binnenkant, hier heb je wel rode accenten allemaal. Op het stuur en hier zo, dus dat past wel weer. Zeg maar. Oké, maar ik heb hetzelfde. Jij hebt toch ook, als je kofferklep open doet, zeg maar achter, dan zie je toch ook nog gewoon je oude kleur zitten? Ja, maar dat is grijs. En grijs en blauw is wel een geel-rood. Het is wel heel erg dik. Ik ben benieuwd. Hoeveel pk denk je dat die haalt op de... Ik hoop 410. Je hoopt 410? Ja. Oké. Goed, nou, we gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd naar het geluid ook straks. Als hij zeg maar vol gaat blazen. Ja, ik denk dat we wel afstand moeten nemen, ja. Oké, dames en heren. De auto van Dylan staat op de rollenbank. Zo noem ik hem maar gewoon even. Ik doe de mooie bijpassende kleur geel headset op. Want dat is echt wel nodig. Want dit gaat knijtersveel kabaal maken. Let's go! Oké, dames en heren, de auto van Dylan is getest en dat ging best wel goed. Wat een kabaal, hè? Wat een kabaal maakt deze auto. Echt wel sick. Maar de auto gaat plaatsmaken voor een andere. Want er worden in totaal 3 auto's getest. En dat is deze. En de volgende is de RS6. Nou, daar hebben we de RS6. Dat is ook wel mooi, hoor. Hij is ook best wel leuk, hè? Ja. Ja, die is ook wel heel erg dik. Deze auto gaat sowieso veel meer lawaai maken dan de AMG van Dylan. Dit is echt een beast. Niet normaal. Ik vind het best wel spannend hoor, dat mijn auto straks op de rollenbank gaat. Vind ik echt best wel spannend. Nou, gaan we hem lekker opblazen, die RS6? Hey, kaboom! Ja, dat zou wel een dikke video zijn, ja. Gaan we hem opblazen, de RS6? Natuurlijk, ja, waarom niet? Nee, gelukkig hebben ze hier zeg maar zo'n windtunnel. En hierdoor wordt er heel veel wind geblazen in de motor, zodat het wordt gekoeld. Zodat je een nagebootste situatie krijgt wat ook op de weg is. Want je rijdt natuurlijk met je auto, die vangt wind en daardoor koelt het. En dat heb je hier dus ook. Die van jou die ging wel minder hard. Oh, rustig. Oké, blijkbaar was dat normale modus voor deze RS6. Hij gaat hem nu schakelen naar sportmodus. Dus we gaan eens even luisteren wat dat doet met onze oren. Wacht, wat zeg ik nou? We gaan eens even... Ja, het maakt heel veel kabaal. Let maar op.
shit. Holy shit. Dat dit maakt een pokkerie. Echt heel lijp. Dit is echt, dit heb ik nog nooit gezien hier, hè. Dit wordt echt, echt een pleurisherrie. Ja, want jij staat hier achter de ramen met deze deur dicht zonder deze doppen. En alsnog is het heel hard. Het is echt niet normaal. Het is echt, echt, nee, ja. Ja, nou, ik ben benieuwd naar die van jou. Zo, inderdaad. Die van mij gaat er straks op. Ik ben ook benieuwd hoeveel pk is gemeten met deze test. Dus dat wordt straks uitgedraaid op een A4'tje. En dan gaan we zien. Hey, heb je het overleefd? Ja. Maar deze auto zou dus op 565 pk moeten lopen. Ja. En hij zit op 605. Zoveel is hij gemeten? Ja. 605? Ja. Dus dat is 40 meer dan hoort. Ja. Dus waarschijnlijk is het een performance blok wat er nu in zit. Oké, en dat wist hij zelf niet? Nee. Maar hij is wel blij ermee. Maar dan heb ik wel meer pk dus. Al standaard. Ja, dat heb je sowieso. Oh, sick. Je hebt sowieso, wat heb jij, 640 zei je? Ja. Ja, dus eigenlijk zit je al bijna 100 pk boven hem. Maar het zal wel echt een beetje jammer zijn als ik zeg maar 640 pk en er wordt gemeten 620 of zo. Ja. Ja, daarom is dat een beetje eng, maar wel leuk om het te doen. Oké, nou best wel spannend. Dan, ik ben benieuwd. We komen steeds dichter bij het moment. Voor mij natuurlijk een hoogtepunt, want ja, het is mijn eigen auto. Dus de RS6 die wordt uitgereden. En dan ga ik mijn auto maar eens even pakken. Wel bruut hoor. Ik wil het reffen van die auto straks nog wel even horen. Dat is wel echt heel vet. Hebben we nu nodig? Ga naar binnen rijden, dank je. Zag je hem lachen? Zag je hem lachen? Oh shit, ja, ik vind het echt spannend. Serieus, ik zal er niet om liegen. Ik vind het echt spannend. Oh mijn god, er zit niemand in de RS6. Maar hij staat nog wel aan. Volgens mij heeft ze hem per ongeluk aan laten staan. Oh mijn god, volgens mij heeft ze hem per ongeluk aan laten staan. Ik ga eens even kijken of hij open is. Oh mijn god, hij is gewoon open. Ik ga het even melden binnen. Als de sleutels van de RS6 hier zijn en de auto's staan nog aan, kan ik dan wegrijden? Ik denk dat hij dan daar uitvalt. Echt? We gaan het proberen. Oké, okay, let's go. Ze heeft hem toch nog aan laten staan. Echt? Ja, zie je. Vergeet je auto uit. Kijk, de auto staat nog aan. Nou, wie gaat ga jij zitten. Let's go. Nee, we willen kijken hoe ver we komen zonder. Niet? Hij zegt dat we niet ver komen zonder sleutel. Ja, ze was hem vergeten uit te zetten en ik ging naar mijn auto toe en ik hoorde de RS6. Ik dacht, is dat nog aan? Maar hij kan hem dus ook van afstand voor het uitstappen op P zetten en contact. Volgens mij kom je niet weg, hè? Oh ja, je komt gewoon weg. Ja. Dude. Oh, de kentekenplaat zat er nog op, zeg maar dat stickertje. Dus dat is er nu aan. Oh. Ondertussen zijn ze mijn auto aan het klaarmaken. Hij piept wel heel veel. Ja, hij piept heel veel. Ja, de sleutel is er niet. Ja, hij wijst daarmee dat hij de sleutels heeft. Later. Doei. Oh. Ja, sick is dit ding, jongen. Maar ik weet nou niet of die op sport staat. Ik snap dit ding. Oh, wacht. Moet je nog even één keer zo? Oh nee, hij stond op sport. Ja. Gast, je weet wel dat... Als hij zeg maar daar uitvalt, moeten we lopen. Ja, zover is het niet. Maar piept niet meer. Nee. En de sleutels zitten geen eens in de auto. Nee. Oh my god. Wat lijp, hé. Leuk, hè? Ja, echt wel sick. Gaan we terug of gaan we gewoon proberen verder te rijden? We gaan terug. Ja? Ja, ik wil mijn auto zien. Oh ja, jouw auto gaat erop. Mijn auto gaat erop. Zo. Ja, goede knetters hoor. Dit ding is leuk hoor. Zij er weer. Ze voelt zich nu zo lullig. Ze denkt shit, ik heb serieus die auto aan laten staan. Hé, hey, maar hij doet het gewoon. We komen best ver. Ik kan nog best ver rijden. En ja. Hij is ook gestopt met piepen. Serieus, maar je hebt ook niet dat je je sleutel moet melden. Ja, hij valt vanzelf wel uit hoor. Ja? Hij valt echt vanzelf wel uit. Er staat sleutel vraagteken, maar voor de rest. Ik geef hem aan jou, maar het is zijn auto. Maar goed. Dankjewel. Oké, okay, we gaan mijn auto testen. Achteruit, het is gelukt nu nog in zijn drive. Oh, je weet niet hoe die in zijn drive moet. Ja, kijk, dit is zeg maar... Sta je nou gaan te filmen? Ja, nu vind ik het gewoon spannend, weet je wel. Nu vind ik het gewoon spannend. Je weet niet hoe die in de... Nee, dat weet bijna niemand. Hoe die in zijn drive moet is deze flippers. Ah oh, ja. Dan moet je één keer flipperen en dan staat hij z'n één. Ja. Dit is dus het ding van mijn auto. Bijna niemand weet hoe die in zijn drive moet. Nee, dat merk ik. Maar dat is ook wel logisch, want bij welke auto moet je nou zeg maar... Met de flipper hem in zijn één zetten. Iedereen heeft die poke. Ik heb het nog nooit meegemaakt.
Nee? Nee, dat je op deze manier dat moet doen. Nee. Dus je had het ook niet geweten? Ik denk dat ik zelf dat gedaan. Ja, precies. Ja, van en nu. Ja, nee, snap ik. Maar goed, in zijn achteruit zet je hem wel met de poke, maar in zijn één dus met de flippers. Maar goed, het gaat gebeuren. Was die nog maar net? Wow! Oh mijn god! Dit scheelt echt helemaal niks. Maar dit wordt wel bruut hoor. Als ik hier stond, had ik hem doodgeschoten. Even een kleine test of die wel blijft. Dat zijn ze nu aan het doen. Nou, Boas. Ja. Is wel een beetje spannend, hè? Ja, je auto is gewoon te groot. Kijk, de test die werd gedaan duurde zeg maar een kwartier en dan was de auto binnen en buiten. Ja. Mijn auto staat er nu al een kwartier en we zijn nog niet begonnen. Ja, die is niet eens vast. En dat heeft allemaal te maken met dat dit gewoon zo'n grote auto is. Aan de ene kant misschien een beetje een lomgrote auto. Want ja, die voorkant heeft het gewoon heel erg spannend gemaakt. En daardoor heb je wat minder ruimte om hem vast te maken. Dus ja, het is even allemaal meten. En het is nog even de twijfel of het gaat lukken, maar waarschijnlijk wel. We zijn wel drie kwart, maar het gaat lukken. Oké, nou top. Voorzitter, die kant vast, die kant op. Oké, top. Nou, alleen nog links voor, jullie horen het en dan gaat het gebeuren. Dit ziet er goed uit. We gaan het nog een beetje uitstellen, want er wordt eerst even lunch gegeten. En dan zijn we echt bijna bij het moment, dames en heren. Maar dit moet je niet doen op een lege maag. Ik vind het serieus echt spannend. En ik voel het in mijn maag. Niet alleen omdat ik trek heb, maar omdat ik het echt oprecht spannend vind. Ik bedoel, het is allemaal best wel krap en het is gewoon groot. En ik zie en hoor om me heen dat mensen allemaal een beetje gespannen zijn. Dus ja, het is wel een dingetje. Ik sta hier nu al met samengeknepen billen, maar de auto die heeft dus nu een hele kleine test gehad en straks gaat die echt hard. Ja toch? Praatje zielig. Ja, ik vind het spannend man. Dat weet ik man. Hij stapt wel uit de auto met zo'n blik zo van yeah, we got this. We got this. Wij zijn tuning type, we got this. Dit wordt wel top. Hij blijft zo lekker, hè? Binnen klinkt dat ook altijd zo mooi. Ja, heerlijk. Echt heerlijk. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Laten we de test doen. Zoals jullie zien hebben ze hier slangen neergelegd. Op die uitlaat en op die, of nou uitlaten moet ik eigenlijk zeggen. Hier heb ik er twee, daar heb ik er twee. En al die stoffen, zeg maar, die komen hierin. En die worden dan afgevoerd. Zo, naar buiten. Omdat anders staat het hier zeg maar helemaal, niet zwart van de rook, het is geen diesel. Maar anders de geur en alles, de stoffen, het is niet zo heel chill om hier te hebben. Dus dat wordt allemaal afgevoerd en ja, ze hebben hem dus goed vastgemaakt. Dus we gaan beginnen. Wat gaan we doen? Nou, zet hem op. Dankjewel. Wat is je naam als? Ja. Nou, let's go. Ziek, hè? Oh, ga weer. Dames en heren, de eerste meting is geweest. En je hebt nu een meting gedaan in de vierde versnelling. Ja. Op 5500 toeren. Nee, we starten vanaf 1500 toeren. Ja. En tot aan max RPM. En dan in de neutraal. Ja. En zo meet je je eerste meting, je verliesmeting. Okay. Dus je moet weten hoeveel aandrijfverlies je hebt, ja, om je krukasvermogen te kunnen calculeren. Is voor mij veel te ingewikkeld, maar er zullen vast mensen zijn die het begrijpen. We hebben net al in de vierde versnelling dus een test gedaan en daarop haalde je 646,7 pk. Ja, 809 Nm. 809 Nm. Ja. En wat is dat Nm? Newton meter. Een formule die ze aanduiden aan hoeveel koppel jij hebt. Okay.
Nou, dat is een goede koppel, toch? Ja. Bij de tweede test ga ik dus in de auto zitten. En ja, dan ga ik het meemaken vanaf hier. Hier hoef je geen oorschelpen? Nee, hoef je niet. Oké. Okay. Nou, top. Je hoort op wat, maar niks meer als op de weg eigenlijk. Oké, okay, super. Oké, okay, je collega, hoe heet hij? Paul. Paul, die kwam even zeggen dat het eng was, dit hier in de auto zitten. Want dan zie je op de teller, zie je zeg maar een hoge snelheid terwijl je stilstaat. Ik denk dat het inderdaad wel heel bijzonder is. Maar tijdens zo'n test doe je nooit gordel. Nee, ja, ik sta toch stil dus. Ja. Ja, misschien schiet je toch een keer naar voren. Ja, ja, dan is het toch klaar dus. Ja. Nou, goede test. Eigenlijk best kalm, hè? Ja, dit is best kalm. Nu staat er op de teller 60. Ja, ik probeer zeg maar rond de 1500 toeren. Bij deze teller zie je iets heel erg makkelijk, zeg maar, welk toerental je hebt. Synchroniseer je dyno. Dat ze beide hetzelfde toerental draaien. Ja. Zometeen vol gas en dan neutraal. En dan meet je dus het verlies. Daarna maak je nog een meter. Oké, en hierop kan je alles zien? Nou, hier kan je zien wat we op dit moment nodig hebben. Oké. Straks calculeert hij het resultaat. Goed. Zo, dat vond ik echt knijterspannend. Hij voelt dat hij best wel relaxed staat, hè? Ja, nou, ja, ik... Jij zit iets minder relaxed. Ja, ik vind het echt spannend, hè? Wow! Er stond gewoon meer dan 200 km per uur op die teller en we staan stil. Snap je? Stel je voor het scenario dat hij eraf schiet en dat je grip krijgt en dan... Nou, dat. Zo, die meting van net, 652. 652. Wow! En ze zeggen 640 pk bij deze, dus... Nou, dat voel ik ook wel hoor. Ik dacht al altijd dat die 12 pk meer had. En dan moet ik al. Maar het is algemeen bekend dat de meeste Duitse auto's zitten er altijd iets overheen. Oké. Okay. Ja. BMW, Audi, eigenlijk altijd standaard hoger dan Volkswagen. Het zijn die Duitsers. Ja, maar ik snap de logica ook wel. Want als het ding 5 jaar oud is en hij scoort dan 30 pk te laag, kun je beter wat overheen zitten, dan heb je dan nooit gezond. Oké. Okay. Niks meer aan doen? Niks meer aan doen. Oké, okay, nice. Gaan we eruit. Nou, hoeveel denk je dat hij heeft gehaald? 4 miljoen. 4 miljoen? Nee, 6,47. Nee. Ik denk 6,45. 6,45? 6,39. 6,39? Ja. 6,46. Hij hoort dus zeg maar 6,40 te zijn. Ja. Hebben ze altijd gezegd. Hij is gemeten 6,52. Wow. 6,42 in de vijfde versnelling. Ja. Hey! Maar ik zei al, dat voelde ik ook wel tijdens het rijden, dat hij altijd 12 pk meer had. Ja. Hey, dat had ik al. Ik denk die 12 pk, ik denk al, wat is er met dit blok? En, ja. Want waar in dat motorblok zit dat ook alweer? Ja, ergens rechts voorin, weet je. Was het net even iets meer gedraaid. Ja. Ja. Geen idee, maar dit is echt ziek scoren. Ik vind het echt nice. En, ja. Er zijn veel meer gegevens allemaal die je kan bekijken en wat voor veel mensen veel interessanter is. Maar dit is gewoon een beetje... cool van check het pk, zeg maar. Dat is wel echt dik. Hard. Wow, gast, ja. Ik wist niet dat dit eruit kwam. Hij heeft maar 15 pk. Ja. Dat is wel lullig, man, als je zo'n kenteken hebt met zo'n dikke auto. Maar hier hoorde nog een nulletje, maar dat past er niet. Oh, 15 pk, lul. Twee nulletjes hoor. Sick, ja, want deze heeft 500 of zo, toch? 5.30 zit hij op nu. 5.30. Nou, ik ga een stukje meerijden, dus dat is wel heel sick. Oké, mensen, ik zit dus nu in de RS3. Deze heeft dus ziek vermogen en dat ga ik waarschijnlijk wel eventjes voelen. En vooral het geluid is echt super, 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 super vet. Holy shit, gast. Oh, zo had ik me een tijdje niet gevoeld in de auto. Serieus, ik ga het heel eerlijk zeggen tegen je. Wow, wat een geweld, hé. Holy moly. Oh, wat goed, zeg. Zo, wat goed, wat goed, wat goed. Het is niet je standaard RS3. Nee, zeker niet. Dat heb ik in de gaten. Maar wat een wegligging, gast. Ik voelde hem ook gewoon helemaal. Wow, die knallen, jongen.
is gewoon een oorlog hier. Oh mijn god, dat is de langste knetter. Zelfs ik doe dat niet. Op de wc, holy shit. Oh. Mag ik straks een shot maken dat zeg maar langs komt rijden en dan die knetter? Ik weet het goed, hè. Dit is te lijf. Dit is echt legendary, man. Ik zei ook net tegen hem, ik zei, hé, we zitten echt op hetzelfde level, man. Want ik vind de RS3 ook het dikste. En hij zei, yeah, snap je, RS3. Ja, ik vind de RS3 echt dikker dan de RS6. Ja, maar vooral, kijk hoe dit eruit ziet ook. Ja, deze uitvoering is natuurlijk wel op zijn max, hè. Dit is gewoon helemaal uitgepakt. Dik is meer standaard. De zijkant, de achterkant. Ah, fuck. Die baas die zei, is een goed motortje. Is een verdomd goede motor, gek. Holy moly. Maar we gaan nu even een ritje maken in Dylan's Bumblebee. Ze wordt wel echt Shadowbee. Ga nou geen koffie meenemen. Ja, koffie ga ik. Ik doe even atje voor de sfeer. Nee, maar dit is Shadowbee, hè? Ja. Ja. Bumblebee. Bumblebee. Ik heb nog nooit in deze gereden, dus. Ik ook niet. Ik heb wel ingezeten, maar toen was hij nog niet zo snel als nu volgens mij. De gast zit links, toch? Ja, is een beetje een rare auto, hè? Ja. Nee. Daar heeft deze 6. Ja. Oké, man. What the heck? Dylan heeft echt een wild leven. Wow, yo. Hij doet het goed. Hij doet iets goed. Oké. Okay, nou. Ik kom gewoon daar weer terug. Ja, ik zal hem wel eventjes hier achterleggen. Hier, die bierfles. Het is allemaal 0.0, maar... Ah ja, het is 0.0. Ja, ik ben helemaal Dylan niet. Ja. Ja, als je in deze auto rijdt, denk je meteen je bent Dylan. Maar niet zo gek, hè? Het is ook de Shadowbee van Dylan. Maar je hebt nog nooit in deze auto gereden? Nee. Nou, dit gaat ook wel goed. Hoe werkt het? Dat, lekker hoor. Trekt ook wel. Heel erg veel gekkigheid vindt hier plaats. Het wordt nog gekker. Ik ga voor de allereerste keer in een RS6 rijden. Het is RS6 The Beast. Nou, gaan we eens kijken wat voor beest het is. Hey, klein feitje, er is politie deze kant op aan het gaan. Dus we gaan misschien eerst even rustig rijden, een stukje weg. En dan gaan we misschien even proberen. Oh ja, want vanwege het lawaai van die freaking RS3, dat was niet normaal. Dat snap ik wel. Lijken waren wel schoten, zowat. Kom op, mama! Dat was echt heel lijp. Kom op, mama! In zijn raket. Dat is de R van race, toch? Ja, dat is de R van raket. Meteen even wennen als je dan geen achteruitkijkcamera hebt. Ja. Dan raak je zo verwend, hè? Ja. Vieze verwende kwal ben ik. Nou, echt. Maar deze heeft ook wel van die waffels, van die raffels, van die pops en bangs. Je moet even je raampje op een klein kiertje doen. Ja, dat is klein. Ja, dat is een klein kiertje. Ja, dat is wel echt een heel klein kiertje. Iets groter kiertje? Iets groter kiertje, ja. Een grote kiertje. Dan moet je zeggen, een grote kiertje. Of een gemiddeld kiertje. Nee, we rijden gewoon even tranquilo. Oké, ik zet hem even in zijn neutraal. Hij klappert niet. Niet op zijn bengst, toch? Hij is wel zwaar hoor, meer echt gebrom. Daar is hij. Oh, dat was hem, ja. Wow. Oh, dat is wel sick. Oh, nu hoor je dat wel echt. Ja. Maar het is nu nat, dus hij heeft dan eigenlijk te veel pk's om op de weg te houden. Ja, je voelt hem ook glijden. Ja. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Ja, als je dan daarna weer grip hebt, is het leuk. Ja, anders wordt het niet meer leuk. Nee, precies. Ja, wel een goede auto hoor, dit.
Dat was een goeie. Mijn gezichtsuitdrukking, hè? Ja. Maar het is, dit ding heeft gewoon dezelfde motor als jouw auto eigenlijk, hè? Ja, apart, hè? Ja, toch zo'n andere auto. Ja, nee, is zo. Die opschakels zijn wel lekker, hè? Ja, hij is wel goedgekeurd, hoor. Ja? Ja, zeker. Eerst zei je, je hebt helemaal niks met RS6, nu heb je wel een beetje iets met RS6. Nou, ik vind hem wel heel erg dik. Het is sowieso een hele dikke auto. Het is niet dat ik de spuug lelijk vind. Alleen, ik vind gewoon de RS3 gewoon ja, wat vetter dan de RS6. Ja. Het is gewoon een mening, dat is geen probleem. Ja, ik deel je mening. En deze achterin nu bijna ook door Thomas' auto. Ja, 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 ja. Ja, maar die RS3 van net, dat is wel echt heel erg sick. Ja. Maar dit is wel echt een hele zieke auto ook hoor, dat zeker. Het zijn natuurlijk allemaal zieke auto's. Laten we vooropstellen, het zijn allemaal hele dikke, vette auto's. Ja, iedereen heeft zo zijn voorkeur. De ene is gek van BMW, de ander van Olympische Spelen, Audi. De ander van Mercedes. Ja, en de andere, de hele exclusieve auto's. De Lamborghini Urus. Of Ferrari of McLaren. Ja. Wat vond je van die McLaren? Als je dat vergelijkt met zoiets of zo. Het is heel lastig te vergelijken. Ja, dat kan je niet vergelijken. Nee, hè? Vind ik niet. Nee. En de McLaren is echt totaal niet te vergelijken met een RS6, vind ik. Nee. Persoonlijk. Maar jouw Urus is al bijna niet te vergelijken met dit. Als dit stoel ietsjes omhoog gaat. Ja. En je hebt wat meer kijk op de weg. Komt het in de buurt van de Urus. Ja. Nee, het is wel echt heel erg anders sturen. Maar ik denk ook wel dat het een stukje scheelt met RS6 model 2014 en Lamborghini Urus van nu, zeg maar. Ja, oké, okay, dat is natuurlijk daar zit wel wat jaartjes verschil tussen. Ik denk dat dat wel echt uitmaakt. Je moet eigenlijk de nieuwe RS6 rijden, want dat zou dan hetzelfde zijn. Ja, dan rijd ik denk wel liever om te proberen de nieuwste RS7. Nou, dan gaan we dat proberen te fikken. Maar goed, vandaag sowieso heel veel indrukken gehad van weer wat gekke nieuwe auto's. Echt heel lijp. Nou, eventjes iemand overhalen om de Urus te halen. Ja, we gaan dus van de RS6 naar mijn eigen auto, Lamborghini Urus. En ja, ik heb in zijn RS6 gereden, dus mag je zeker weten ook even in mijn auto rijden. Er zijn nog niet veel mensen die in mijn auto hebben gereden. Mijn Jeep Trackhawk die ik hiervoor had, daar liet ik echt iedereen in rijden. Maar nadat zeg maar Boas per ongeluk met de trekhaak in mijn voorbumper is gaan rijden, heb ik wel gemerkt hoe ongelooflijk veel geregel en gezeik het is om zeg maar dat te laten maken. En ook qua eigen risico en verzekering technisch. Dus ben ik er wel wat voorzichtiger in geworden. Ja, puur eigenlijk om de mensen die rijden in bescherming te nemen. Want het is niet normaal hoe duur het is als je schade rijdt met zo'n auto. En ja, dat traject wil je niet doorlopen. Maar goed, als je een deukje rijdt, dan leef je de RS6 maar in. Neem ik deze mee. Ja. Nee, het gaat helemaal goed komen. Maar hoe vind je hem rijden, even nu? Ik ben ervan aan het genieten, dus dat betekent dat het lekker rijdt. Ja, dat rijdt niet eens hard als karnaal. Stop, hoe minder er wordt gezegd, zeg maar, hoe beter het is. Dan is iemand onder de indruk vaak. Bij mij niet hoor, ik schreeuw alles gewoon eruit. What the fuck? Dan. Oh man. Jeetje, Mina, waar komt die hagels in één keer vandaan? Ja, uit de lucht snap ik ook wel. Hè? Maar dit is echt niet. Oh, en nu is het gestopt, zowat. Nee. Het is echt apart van de dag vandaag qua weer. Sowieso ook een beetje een gekke dag qua auto's allemaal, maar het weer is ook heel vreemd. Vandaag was sick. De dag is nog niet afgelopen, maar was sick. Heel erg bedankt. Ja, is goed man. Echt top. Ik hoop dat je leuk op gaat. Serieus. Was gewoon een soort van attractiepark vandaag voor mij. Echt top. Graag gedaan. Echt serieus. Ja, dat hebben jullie wel kunnen zien. Echt super lijp. Was echt heel erg vet. En ik heb de meting heb ergens verstopt. Meting heb ik hier. Dus helemaal top. Dus die ga ik inlijsten en die hang ik op mijn kamer. Ah, jij wint wel hoor. Qua hardheid sowieso. Ja, jij maakt wel hardere bangs, zeg maar. Bang. Ja. Jouw is echt onder het dekentje altijd. Ja, mijn heeft het gewoon lekker warm. Ja. Laten we wat gaan eten. Ja, ik vind het goed plan. We zijn hier al de hele dag. Is echt niet normaal. Ja, was wel leuk. Oké, okay, was zeker leuk. We gaan inderdaad wat eten. Dus ik volg jullie. Oké. Okay. Nee. Oké, top. Maar hij deed gewoon een raampje, gewoon halverwege gewoon dicht. Oké, whatever. Oké, nou, Anna rijdt met mij mee. Boas rijdt met... Ja, nu doe je hem weer open, je raam, maar ik ben er klaar mee. Nee, je hoort niks.
Boas zei tegen mij pannenkoek. Ik zei, daar heb ik wel zin in. Dus we gaan als het goed naar pannenkoekrestaurant. Lekker. 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 Gezellig. Top. Wat is de lekkerste pannenkoek? Met spekjes en kaas. Ja, vind je? Ja. Ik vind toch de lekkerste gewoon met stroop en poedersuiker. Gewoon heel saai. Ja, standaard. Ja. Ja, dat lekker. Vind ik het lekkerst. Zag je hem? Je zag hem, hè? Dikke Jondé! Dikke Jondé! Ja, dat blijft natuurlijk wel echt het dikst. Ik bedoel, we hebben al die auto's gezien, maar dit was natuurlijk het paaltje van de dag. Mijn ademhaling werd meteen anders. Was, ik dacht, ik kom opeens een hele vette auto aan, man. Nou, je kwam gewoon wel echt wat aan, ja. Hé, hey, manneke. Hoi! Doei! Dat was echt een leuk ritje. Dat was echt serieus een heel erg mooi ritje. En dit is ook wel een mooi plaatje. Ik bedoel, Anna, kom eens iets meer in de shot. Gewoon mooi, gewoon top, weet je wel. Gewoon... Nee, dit is wel echt sick, hoor. Dit is nice. Leuk plaatje, joh. Ja, zeker weten, een leuk plaatje. Echt nice. In de auto's qua kleur. Ja, het is echt gewoon, je kan er niet omheen. Jij moet eigenlijk blauwe remmen hebben, want jij hebt gele remmen. Zo, dan zijn we echt broeders. Je doet mijn remmen na. Ja, nee, dan zijn we inderdaad nog meer met z'n tweetjes, maar dit was echt mooi. Dames en heren, we gaan smullen en spelen. Yay! Yay. Spelen, yippie! Mag ik gewoon standaard, zeg maar gewoon naturel en dan gewoon stroop en poedersuiker? Ja, natuurlijk, zeker. En heb je voor mij een pen? Ja, heb ik. Dus nee, ik ga even de puzzel doen. Ja, dat is de woordzoeker, hè. Ik zie al een woordje, dus ik kan niet wachten om hem door te strepen. Oké, ja, lievelingspannenkoek. Stroop, poedersuiker. In tegenstelling tot... Grat. Nutella, banaan, kaas. Ja. Nog nooit gezien. Het is maar de vraag of het lekker wordt. Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, eet smakelijk iedereen. Hoe eet je dit? Eet je dit als pizza punt of gewoon stukjes? Of gooi je hem op? Nee, gewoon dus, je snijdt hem stukjes, net als Anna. Ja, maar ja, ik ging een pizza punt snijden, maar dat is niet zo handig, denk ik. Maar we eten geen pizza. Kleine stukjes. Dat kan wel. Je snijdt ook echt een pizza punt. Ja, gewoon precies. Ik zal dat te doen. Toen dacht ik, nou, het is misschien helemaal niet handig, want als je het nu oppakt... Het kan wel, maar ik snij altijd gewoon blokjes. Gewoon tuk, tuk. Nou, we gaan in ieder geval even lekker smullen. En misschien straks ook even spelen. A few moments later. We zitten hier met z'n allen. Proberen een Sudoku-puzzel op te lossen. En deze is echt super moeilijk. Die woordzoeker die hadden we echt in één keer. Maar deze staat er ook voor de ouders. Nou, het is eerder voor de intelligente. Want, dat zijn we allemaal niet. Oh, jeetje, we zitten echt te struggelen. Dat is serieus echt moeilijk. Maar doorzetten. Dylan is ondertussen gaan kleuren. Hey, mag ik laten zien? Is het ook te moeilijk geworden? Ja, dit is wat meer voor mijn niveau. Ja, deze is wel echt serieus knijters moeilijk, mensen. Wauw. Vind je het mooi tekening? Ja. Vind je het mooi? Ja. Iedereen is wit, hè? Iedereen is wit en die is niet. Of ik een pannenkoek wil bakken? Ja, tuurlijk wil ik een pannenkoek bakken. Zeker. Heb ik wel iemand nodig voor in de pan? Kom maar. Ik filmde jou ook al. Oh, jij wist gewoon door, maar ik wist al dat ik het was. Oké. Okay. Ja, mag ik een pannenkoek bakken? Zo, ik ga die pannenkoeken tegen het plafond maar gooien. Kom mee, Dylan, kom mee. Jij gaat hem zo meteen omgooien, dan breekt hij stil zo. Ja, dat heb ik al twee keer eerder gehad. Ja, waarom? Op film, ja, wat de heck. Kijk, hier gebeurt het. Hoe is het? Goed, welkom in de keuken. Ja, dankjewel. Nou, een kleine mini-cursus pannenkoeken flippen, denk ik, en bakken. Ja, top, we staan ervoor open. Wie gaat er mee doen? Wij alle drie, denk ik. Alle drie? We hebben alleen geen honger meer. Nee, maar kom wel op. Okay. Kom wel op. Oké, dan ga ik jullie uitnodigen. Nou, ik zou zeggen in één plaats. Oké. Okay. Nou, Boas, Dylan. Ja, dan ben ik. Top, wat is de eerste stap? De eerste stap is dat we met deze speciale doek de pan schoon maken. Oké. Okay. Fout en dubbel. Ik zal er één keer voor doen. Er zit kerosine op. Ik ga echt mijn hand verbranden. Ja, jullie moeten zorgen dat de pan niet raakt. Dus, ja? Ja, nou, succes, Dylan. Moet ik het ook als eerste doen? Waarom ziet deze pan er zo anders uit dan mijn pan thuis? Ja, omdat dit de pannenkoekpan is. Een natuurlijke aanbaklaag. Dus dit is het geheim. Hierdoor bakken de pannenkoeken goed, blijven ze niet plakken. Oh. Ja, want het ziet er zeg maar helemaal verbrand uit. Ja, maar dat is een natuurlijke aanbaklaag. Want daarvoor maak ik kijk, want hij is niet vies. Nee. Ja. Oké. Okay. Ja? Oké, okay, dan... Dat is wel vies. Ja, dan moet
Wow, nu gaat hij hoog. Heb jij nog nooit in de keuken gestaan? Want jij schrikt van alles wat hij doet. Mag je hem zo één keer insprayen? Goed laten. Wow! Ja, kijk, ik heb ook vuur. Wow! Niet aan de onderkant doen. Nee, de bovenkant, hè? Ja, maar dan gaat het niet aan mij. Je bent nog wat vergeten, anders blijft die plakken straks de pannenkoek. Zo goed? Ja, daar nog een beetje. Oké, okay. Dan één volle lepel, zo, is één grote pannenkoek. Oké. Okay. Dus, we roeren het beslag even door. Ik zal het anders één keer voordoen. Ja. Zo. In de pan, rustig laten uitlopen. En dan ga je rustig de pan draaien, boven de vlam. Dat het dus niet uit de pan gaat. Dat zal misschien... Moet er ook even bijgezet worden, dat je niet zo... En dan wacht je gewoon tot hij helemaal mooi rond is. Ja. Zo. Hey, blijf draaien. Dan doe je echt wel veel moeite voor een pannenkoek. Probeer maar. Ja, het is onderschat. Mensen onderschatten het vaak. Ja. Nou, probeer maar. Zo, best zware pan. Rustig leeggooien. Pannen helemaal leeg. Zo. En die draaien. Even terug en boven de vlam blijven draaien. Draaien met die heupjes. Ja. Boven de vlam blijven draaien. Oh, wat ruimer, anders krijg je geen kinderpannenkoek. Oh, ruimer? Als krijg je geen kinderpannenkoek, ik krijg geen kleintje. Oh, oké. Okay. Ja, dan krijg je helemaal tot de rand. Oh, bij je boven het vuur houden. Ja, nog verder tot de rand. Oh, nog verder tot de rand? Ja, nog verder. Oh, meen je? Ja, nog verder. Oh, meen je? Nog verder. Jeetje. En natuurtalent. Ja, serieus. Zo, en als het bijna helemaal niet meer rolt, dan kan je hem op het vuur zetten. Ja, dan doe je hem zo en dan... Wow! Je ziet ook gewoon dat Dylan nooit in de keuken. Nee, dat zie je gewoon. Hij staat ook gewoon gemakkelijk weg. Oh, dat was fout. Oh, toch niet. Nee, dat is goed. Oké, en rustig boven de... Kijk dan. Ja, topper dat je bent. Andere kant? Ja, helemaal tot de rand. Ja, goed draaien. Nee, niet andere kant, tot de rand. Ja, ook de onderkant van de pan moet hij raken. Het leuke komt dan, mag je hem zo meteen gaan flippen. Yes. Moet je niet afgeven? Check. Maar dat zeggen we dan tegen de pannen. Ja. Oké, okay, hij is los, dus flip hem maar. Nee, nou weer aan. Je kan gewoon daar blijven hoor. Nee, Enzo kan dat niet. Hoppakee. Oh, bijna. En heb je een kans over. Oh. Ik heb een herkans in. Wow. Ja. Hoppakee. Oh, let's go. Helemaal goed. Moet je wel een beetje showtje van maken, ja, ja. Maar dan nog meer vet erop. Ja, dan wordt hij niet zo eraf. Oh ja, nu moet hij hier weer langs, hè? Nu mag jij hem gaan flippen. Zal ik hem flippen? Ja? Ja, flippen ben ik al goed genoeg in. Ja, nee, ik denk dat Dylan heeft zeg maar... Ja, gaat Dylan ook flippen? Weet je zeker? Oké. Okay. Ik ga wel weer daar staan, Joe. Oh, daar. Zelfs je eigen vriendin gaat even opzij. Iedereen gaat weg. Iedereen de kuiken uit. Gewoon niet flippen. Wacht, heb ik wel dit op film? Jij bent echt een pannenkoek. Je wil het toch niet te veel? Hier heb je een halve pannenkoek. Ik wist dat het ging gebeuren. Ik wist het gewoon. Jeet. Ja. Oh. Ik dacht, ik maak een halve pannenkoek voor jou. Stom in je broekzak. Deze pannenkoek heb jij gebakken. Durft iemand hem op te eten? Ja, ik zie er heel goed uit. Beter dan deze. Ja, dat klopt. Dat is een rap. Ja, maar hij is wel echt mooi geworden. Top. Nou, helemaal super. En dat is het. Dat is het. Top. Dankjewel. Volgende keer met ingrediënten. Ja, precies. Dat maakt het moeilijker. Nou, daar gaat Dylan. Later! En daar gaat de vriendin van Dylan. Later! En wij gaan er ook vandoor. Ik zet Boanus en Anna. Zet ik even thuis af. En dan was dat het weer voor vandaag, denk ik. Ja. Oh, lekker hoor. Vandaag was sick. En ik wil je bedanken voor het mij meenemen. Ja, tuurlijk. Want niet alleen het tuningbedrijf heeft tijd en ruimte uiteraard gemaakt om deze tank op hun apparaat te laten draaien, wat ze nog nooit hadden gedaan en wat ze echt spannend vonden. Ja, ik zag jou en zij zaten allemaal een beetje van, oké. Ja, we waren allemaal gespannen. Het gaat goed komen, maar ik vind het toch heel eng. Maar het is gelukt, het is goed gekomen. Dus niet alleen shout-out naar hen, wat ik al had gedaan, maar ook shout-out naar Boas dat hij het heeft gefixt en dat ik mee mocht. Super dik. Dat had dus nog nooit een Jurus daar opgestaan, dus dat hebben ze nu ook al van een bucketlist af kunnen strepen. Dus dat was echt super sick. Dus ik ben benieuwd wat jullie van deze gekkigheid vonden allemaal vandaag. En laat even in de reacties je lievelingsauto achter. Hoeft natuurlijk helemaal niet voor mij te zijn.
Maar wel een RS3. Laat gewoon, kan ook een MX, ja, Anna? Ja, MX sowieso. Dus laat het weten in de reacties. En daar zijn we weer, dames en heren. Hoppakee. Dit was hem, dames en heren, voor vandaag. Gisteren een lange dag gehad, vandaag ook echt een lange dag. En ik ben thuis en ik ga ook lekker slapen. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik check jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace! Knol Power!